Beste mensen, ik mag iets vertellen, ik wil iets vertellen naar aanleiding van de afbeelding die u hier achter mij ziet. De vorige keer stond ik voor de beeltenis van Maria. Dit is van een iets andere aard. En als u goed kijkt, dan ziet u wellicht wat het is. De afbeelding van de Domtoren in de stad Utrecht. Deze afbeelding is mij zeer dierbaar, mede of met name omdat ik mijn theologiestudie in die stad heb mogen doen. Toen ik besloot begin 80er jaren om theologie te gaan studeren, ben ik naar pastoor Tielen gegaan, de toenmalige pastoor, om dat mee te delen. En later ben ik op de priesteropleiding geweest om kennis te maken met de rector al daar. En vervolgens ben ik op die dag naar de universiteit gegaan om daar ook kennis te maken. Vanaf het station liep ik onder de Domtoren door. Ik dacht, dat lijkt mij een mooie symbolische stap nu ik voor het eerst deze nieuwe stad inga om daar te gaan studeren en wonen. Ik kwam na anderhalf jaar terecht op de priesteropleiding, niet van meet af aan, en woonde toen in het centrum van de stad in de Keistraat. Het toenmalige Ariëns Convict. Inmiddels is dat Ariëns Convict omgedoopt tot Ariëns Instituut. De opdracht is nog steeds dezelfde, namelijk om studenten op te leiden tot het priesterschap, onder andere in het bisdom Utrecht. En soms lukt dat ook. En wij mogen ons verheugen in de aanstaande wijding van Gauthier de Becker. De coronamaatregelen hebben dat tot nu toe nog tegengehouden, maar uiteindelijk is daar tot niks tegen bestand en zal Gauthier eind volgende maand de priesterwijding gaan ontvangen. Dat zal doorgaan. En wij mogen ons daarover verheugen en zien daar naar uit. Dank.